Ja, vandaag is de dag van het zicht. Dus of je goed kan kijken. Dus we kunnen een bril tekenen, verschillende soorten brillen. Het is vandaag ook draag geen BH-dag. Ja, en dat kan je zien als iemand geen BH aan heeft. Dus ja, moeten we daar ergens een combi mee gaan maken of we verzinnen wel wat. Ik denk dat we gewoon maar beginnen met de brillen. En ja, dat lijkt me het beste. Laten we brillen gaan tekenen. Doe je mee? Ja. Laat het maar dan gewoon tekenen. Zo. Zo. En geen BH-dag. Nou ja, dan zie je dus duidelijk de tepels. Goed, nou, dat hebben we dan getekend, de geen BH-dag. Ja, dan gaan we maar eens door met het zien, hè. Want de dag van het zicht, nou, de dag van de geen BH. En de dag van het zicht. Dus ja, wat kan je tekenen bij de dag van het zicht? Tuurlijk, een bril. Nou, dit is de meest eenvoudige bril, hè. Zo'n ziekenfondsbrilletje. Reflectie op het glas. Maar je hebt natuurlijk allerlei soorten brillen. Hè? Je hebt ook van die brillen zo met een zwaar montuur. En als karikatuurtekenaar, ja, let je daar ook op. Hè? Wat voor bril heeft iemand? En vaak is het dan ook leuk om zo'n bril uit te vergroten op zo'n gezicht van iemand. Zo, en zeker als dat als een karikatuur kan, want dat is natuurlijk heel makkelijk zo. Een grote bril getekend. Nou, de oren dan hier ook nog ergens achter. Maar ja, die zie je niet meer door de bril. Ik moet nog even wat haar geven. Zo, dit is een kale iemand met een los haar. Goed. Een bril. De dag van het zicht. Ik zou zeggen, ga zelf eens op zoek naar brillen. Verschillende soorten brillen. Je hebt natuurlijk allerlei, ook echt wel gekke brilletjes hoor. Ik heb laatst ook eens iemand gezien die had zo'n bril. Maar dit zo de glazen. En voor de rest was het montuur. Dus ja. En dit kan ook rond zijn. Half rond glazen. Dit is alweer meer, denk ik, een leesbrilletje. Ja, goed. Ga zelf aan de slag met brillen. Of de geen BH-dag. En trouwens een BH. Nou, hoe ziet een BH eruit? Volgens mij hebben we dat al eens een keer getekend bij een bikini-dag. Dan hebben we een bikini getekend. Nou, dat is ongeveer dan natuurlijk een beetje hetzelfde. Een BH heeft dan vaak hier weer wat rouges, zo. Zo, en misschien wel wat kant. Misschien is dit wel weer met kant. Of zelfs met extra vulling, hè, erin, zo. Push-up BH. Nou, en hier zit dan een bandje, zo. En hier ergens een sluitingtje. Nou, dan hebben we een BH getekend. Een BH. Nou, geen BH-dag, dus er mag eigenlijk een kruis doorheen. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.